En wat had het mooi kunnen zijn, want daar ging men toch vanuit. Het zou een Oranjefeest moeten zijn. Maar er was één stijfkoppige Viking die dat tegenhield. Dat is jammer, maar zo zit sport in elkaar. En met Jon Olaf Kos heeft, denk ik, de internationale schaatsenrijderij een hele goede wereldkampioen bij. Eindelijk, zeiden de Nooren, eindelijk hebben die Nederlanders kunnen verslaan. En zo is het ook eigenlijk. Want vier man in de top van het klassement, dat is prachtig. Maar het gaat om de hoofdprijs. En die is voor Kos. En ja, tweede en derde prijzen tellen eigenlijk niet. Toch vieren we mee met die mannen. Want ze rijden ervoor. We gaan even terug. We pakken de draad een drie kwartier geleden op. En toen naar de winnaar van de 10 kilometer, Bart Veldkamp. Dit waren zijn woorden. Het is net niet gelukt. Kijk, ik had verwacht dat Kos los zou rijden. Ja, en als je dat weet, dat je Kos los rijdt en voor hem kan eindigen. Dan rijd je de laatste vier rondjes toch wel even harder door. Als normaal, als ik nu deed. Ik was gewoon kapot, ik heb gepeerd. Maar Kos ging gewoon mee. Er zijn twee tactieken mogelijk natuurlijk. Hè? Of je neemt hem mee, of je rijdt hem in de blubber. Dat kan ook. Als je wielrenner zou zijn, zou je hem op het kantje zetten. Nou, ik heb hem kapot proberen te rijden. Ik ben van Kiet weggegaan. En vorige keer met het EK ging ik rustig weg. Toen bleef hij bij. Maar hij bleef gewoon meegaan. Hij heeft gewoon de race van zijn leven gereden. En jij? Nou, ik ook vrij goed, vind ik. Kijk, 24 seconden op berggoed maken. Ben reed gewoon een perfecte 10 kilometer. Nou, je komt 3 seconden tekort, 1500 punt. 500 meter weer. Hè? Waar verlies je je titel? 1500 meter of 500 meter? Die truttige afstand. Ja, die truttige afstand, ja. Voor je het weet ben je het end. Maar ze horen erbij, dus je moest gewoon goed rijden als een rounder. En ik heb hier de lange afstanden gewonnen. Voor mij is het ja, toch nog achteraf geslaagd toernooi. Ondanks de slechte 500. Gaat er gewoon winnen? Nou, ik heb 15 kilometer gewonnen. En ik ben dik tevreden met mijn derde plek. Eerste plek en een derde. Perfect seizoen. Ja, perfect is nu ook winnen natuurlijk. Maar ik ben gewoon heel tevreden. Bart Veldkamp is dus tevreden. Maar de Nooren, die zijn de overwinnaar hier op het ijs van Innsbruck. Dit is die man. We hebben hem gevreesd. Een weekend lang. We hebben ook steeds gezegd, let op. Kos komt eraan, want hij kon het. Hij had een grens staan van 14.50 en dook daar ruim 8 seconden onder. En dat tekent de grote kampioen. Wij kleuren het oranje in, de Nooren staan het hoogst. Dus wereldkampioen van de Burg 2 en Veldkamp 3. Je zou ervoor tekenen, maar de wens was anders. Niet waar, Ben van den Burg? Dit is niet het makkelijkste gesprek tussen ons tweeën, denk ik nu. Voor jou niet en voor mij niet. Ik had ook hier liever anders willen staan. Waar was je straks tijdens die rit? Oh, ik was even daar in het stadion. Ja, normaal kan ik kijken, maar ik had er gewoon geen zin in. Ik ben gewoon even lekker in het zonnetje gaan zitten. En toen kwam ik hierheen en toen hoorde ik in de kleedkamer dat ik dus tweede was. Was je na de race binnen of tijdens de race al binnengekomen? Ja, daarna. Ongeveer 5 minuten daarna. Ja, het is gewoon... ik heb heel goed gereden voor mezelf, maar Kos was duidelijk de sterkste dit weekend. Nou ja, dus word je tweede. En daar staan ze dan, de nummers 1, 2 en 3 van dit zeer boeiende wereldkampioenschap dat hier op het kunstijs van Innsbruck werd verreden. Een Noorse winnaar en dat doet even pijn. Eén Noor legt 10.000 landgenoten in ene eigenlijk het zwijgen op. Kos, wereldkampioen van de Burg 2, Veldkamp 3. Daar teken je voor, want als je weet dat Kempkes daar achter zit en vlak daar nog eens een keer achter Bos, dan zeg je dat coach Krook goede dingen heeft gedaan. Maar ik zei het u straks altijd... De winnaar, die telt. De NOS was er en zal er vanavond ook nog zijn in de uitzending van Studio Sport. Als we op enige rustige wijze kunnen analyseren hoe dat nou ging met die vier jongens vandaag. Tijdens de finale dag van het wereldkampioenschap. 1 Noor, 2 Nederland, 3 Nederland. Nogmaals, je tekent ervoor, maar het is niet alles. Het is wel het aardige van sport. 10.000 landgenoten waren hier. Er zijn er nog een paar over. Nou, gaan jullie nou maar zingen? Nou mag het hoor. Ja.